Ze hebben wel. Nigni Eel kwam wel met een domme swag uit de hoek, hoor. Alles klopt, dat is een djembe. Mijn naam is Boku Sam, ik ben een rapper. En normaal laat ik me heel erg inspireren door eigenlijk een beetje van alles in het leven. Ik ben begonnen met rappen door Lil B. You know I'm more famous than you. Hij doet heel erg zijn eigen dingen. Iedereen vindt hem een beetje raar. Yeah, yeah, yeah. Ik heb ook niet echt iets met musea. Ik ga vandaag kijken of ik me ook een beetje kan laten inspireren hier in het museum. Ik ga op zoek naar 3 dingen waarvoor ik misschien daarna lekker een liedje kan maken. Because tonight, we gonna party. So touch my body. So touch my body. Because tonight, we gonna party. So touch my body. Ik vind die mooi. Ik vind vooral de kleuren hier best wel mooi. En er gebeurt gewoon zeg maar best wel veel. Er worden daar mensen een soort van in het vuur gegooid. Hier lijken op een soort van duivelse creatures die dan mensen ook lopen aan te vallen. En aan deze kant gewoon naakte mensen die gewoon met elkaar aan het chillen zijn. Ook leuk. Ik snap ook nooit waarom je stil moet zijn in een museum. Misschien muziek, zeg maar per schilderij, een soort van ander liedje. Bij jou staat er bij jou schoon. Bij jou staat er bij jou schoon. Dance. In eerste instantie leek het een beetje op Sinterklaas. Maar ik denk niet dat Sinterklaas zelfs dan een zwaard zou hebben. All I do is win, 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 no matter what. Ik heb het gevoel dat hij nu wel iets heeft van oké, we gaan deze oorlog even winnen. Gaan ze pakken. Ze helemaal kapot maken. Hoe is het? Het pakt me gewoon niet echt. Echt niet. Ik heb altijd het gevoel dat dat zeg maar iets heel belangrijks is, zoals een nachtwacht of zo. En mensen meteen iets hebben van oké, ja, dan moet ik het ook wel mooier gaan vinden. Dan moet het mij ook iets doen, want het is zo'n belangrijk kunstding. Maar dat hoeft helemaal niet. Was het eerste die kwam met die swag. I like this one. Heel swaggervol. Als ik misschien in die tijd zou leven en ik zou helemaal blank zijn, zou ik wel deze outfit gewoon rocken. Nog veren op die helm, alles. Gouden Eeuw on fleek, Maurits. Dat was jij Sam, dat was jij Sam, dat was jij Sam. Dat was jij Sam, dat was jij Sam, dat was jij Sam. Dat was jij Sam. Maar het is wel lekker om naar te kijken als je gewoon lekker stoned bent. Dat je wel gewoon een uur hier kan zitten en gewoon kan kijken naar de sterretjes. I like. Kijk naar mij. Ik merk ook dat mensen op de schilderij Gouden Eeuw niet lachen, man. Zie je, de enige persoon die dan ook weer blij is, is gewoon iemand die muziek maakt. En hij drinkt natuurlijk ook. Ja, dat moet echt aan Spacecase denken. Spacecase heeft ook zo'n baard. Moet ook altijd lachen. Houdt ook wel een drankje. Spacecase, I found your lost. Your lost father, man. Of your great, 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 great grandfather. Ik zie hier mezelf als baby. Ik was dit als baby. Hij heeft 2 kettingen. 3. Wow. Goud. Hij is ook best wel dik. En ik hou wel van dikke baby's. I like it. Baby King. Ben je naar Brooklyn of naar New York? Dit wordt mijn nummer 3. Deze, ja, ik weet niet. Ik vind het gewoon iets anders dan andere schilderijen hier. En het is gewoon grappig. Het laat me meteen lachen. Ook al kijkt de baby best wel serieus. Sterretjes, plafond op nummer. Als ik dit zeg maar sterretje voor sterretje heb geschilderd, dan verdien je net zoveel respect als elk kunstwerk wat hier staat of hangt. En ik vind het gewoon wel leuk. De nummer 1. Ja, zo is zeg maar alles gewoon in het leven. Alles heeft een goede kant en een slechte kant. En ik vind het gewoon tof dat het niet een standaard schilderij is, dat het een soort van 3 dingen zijn. Ik weet niet hoe het heet, ik weet ook niet wie het geschilderd heeft, maar ik vind het wel mooi. Daar gaat het om.